Artrose is een slijtage in de gewrichten. Vooral slijtage in de knie of heup zorgt voor ongemak. Zorgverleners in de regio Gelderse Vallei hebben de zorg voor patiënten met artrose op elkaar afgestemd. Ze werken samen in een netwerk en hebben duidelijke afspraken gemaakt over de behandeling van patiënten met artrose. Zo krijgt u altijd de beste behandeling. In elk gewricht zit een laagje kraakbeen. Het zorgt ervoor dat het gewricht makkelijk en soepel kan bewegen. Bij artrose verandert het kraakbeen in het gewricht en op den duur verandert ook het bot rondom het gewricht. Bovendien kan het weefsel gaan ontsteken. Dat alles bij elkaar geeft de pijn en maakt dat u lastiger kunt bewegen. Ongeveer 1 op de 20 mannen en 2 op de 20 vrouwen krijgen vroeger of later artrose. En artrose aan de knie komt ruim 2 keer zo vaak voor als artrose aan de heup. Artrose is niet te genezen. U kunt het proces van slijtage aan uw heup of knie met de juiste begeleiding wel vertragen. We nemen u nu mee in de 3 stappen van de behandeling van artrose. Uw behandeling begint bij de huisarts. Die zal op basis van de klachten en een lichamelijk onderzoek de diagnose artrose stellen. Uw huisarts legt uit wat artrose precies is en geeft adviezen om uw manier van leven aan te passen. Zorg voor een gezonde levensstijl met voldoende beweging en goede voeding. Door de pijn heeft u de neiging minder te gaan bewegen. Maar bewegen houdt de spieren juist sterk en het lichaam en de gewrichten soepel. Ga bijvoorbeeld wandelen, fietsen of zwemmen. Wissel de momenten van activiteit en rust goed af. Kijk ook naar uw gewicht. Bent u wat te zwaar? Dat belast uw gewrichten extra. Probeer af te vallen. En als het nodig is, krijgt u medicatie tegen de pijn. De 2e stap is het inschakelen van hulp. Lukt het niet voldoende om zelf uw leefstijl aan te passen of nemen uw klachten toe? Dan verwijst de huisarts u naar een fysiotherapeut, oefentherapeut of beweegcoach bij u in de buurt. Via gerichte training kunt u uw spierkracht en souplesse vergroten. Doet het bewegen pijn, dan kan het helpen om enkele dagen medicatie tegen de pijn te slikken. Pijnstillers maken dat u toch in beweging kunt blijven. Moet u afvallen, dan kan een diëtist helpen met een voedingsadvies op maat. Krijgt u zoveel last van uw gewrichten dat het uw kwaliteit van leven ernstig aantast, dan verwijst uw huisarts u naar een orthopedisch chirurg in ziekenhuis Gelderse Vallei. Dat is de 3e stap in de behandeling van artrose. De orthopedisch chirurg laat röntgenfoto's maken van het aangetaste gewricht en soms krijgt u nog aanvullend onderzoek. Op basis van een lichamelijk onderzoek, de uitslagen en uw klachten, komt hij of zij tot een behandelplan. Mogelijk dat aangepaste oefeningen helpen. Of andere medicatie tegen de pijn, zoals een injectie in de knie. Ook andere specialisten kunnen een rol spelen bij uw behandeling. Worden uw klachten ondanks alle zorg niet minder? De orthopedisch chirurg kan uiteindelijk samen met u besluiten tot een operatie. U krijgt dan een nieuwe heup of knie.